Hallo, 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 dames en heren, jongens en meisjes. Welkom terug bij F1 2010 Career Mode. We gaan vandaag verder in Duitsland. Aflevering nummer 11, ronde nummer 11. Maar heb jij die vorige video gemist? Zal ik die eerst even terugkijken voordat je deze dus gaat zien? Dat kan rechtboven het i'tje. Klik erop en natuurlijk die video verschijnen. Dat was in Engeland. We wonnen daar weer de wedstrijd en namen daar weer de leiding over van Mark Webber. Maar ben je nog niet geabonneerd op dit kanaal? Vooral doen. Schakel ook gelijk dat belletje aan. Zodat je geen enkele video meer van me mist. Druk gelijk op dat belletje. Daarom is hij ervoor. Gewoon aanzetten. En zo ben je altijd op de hoogte wanneer ik een nieuwe video van Formule 1 upload. Duitsland. Hockenheimring keert weer terug, namelijk voor het laatste keer sinds 2019 gereden. En die keert weer in 2010 weer terug in de game. Het is altijd een van mijn favoriete circuits geweest. Eigenlijk wel jammer dat hij niet op de kalender staat. De agent. John Booth heeft een offer naar ons toegemaild, maar dat laten we even voor wat is. 22 punten verschil naar Mark Webber, dus hopelijk kunnen we dat deze wedstrijd gaan uitbreiden. Op naar de kwalificatie. Dat beloont nog wat voor de wedstrijd. We zijn aanbeland bij Q1. Als die Grassi hier ons een beetje in de weg rijdt, die kent niet van blauwe vlaggen. Volgens mij was dat toen nog niet in dit spel. Blauwe vlaggen werden pas sinds 2011 geïntroduceerd in het spel. Dus vandaar dat de AI ook raar gedraagt. Safety cars zijn hier niet. Virtual safety cars zijn hier ook niet. Rode vlaggen zijn hier ook niet. Dus het is eigenlijk allemaal simpele regels. Kijken of wij naar pole kunnen gaan. In deze ronde iets te veel afgesneden. Gelukkig geen spin, dus dat is goed. Wel heb ik een track limit, oftewel een bochtafsnijding, plaatsgevonden. En dat betekent dat die ronde helaas niet doorgaat. Moeten we er nog een keer voor gaan zitten in onze tweede run op deze softbanden. Het is bewolkt. In de race is er ook regen voorspeld, dus dat belooft nogal wat. Hopelijk kunnen we naar de pole position toe rijden. Massa met een 1.23.4. Wij noteren, sorry, dat is die Grassi die noteert een 20.7. Is 17e langzamer dan Massa. Wij naar de laatste plek doorverwezen omdat iedereen al een ronde heeft genoteerd, maar wij nog niet. Komen aan bij de laatste bocht hier in de Hockenheimring. En is het gewoon, denk ik, de pole position met een 1.19.9. Jazeker. Kunnen wij ons verbeteren? Dat is de vraag. Nou nee, want Kobayashi blokkeert ons hier. Kobayashi verpest onze derde run en dat is einde kwalificatie. De pole gepakt, jazeker. Hamilton op P2, Kubica op P3. Awesome result, where did that come from? Pole position mate! Hey, well done! De engineer is weer super blij. Webber met titelrivaal op P4. Alonso 5, Petrov 6, Button 7, Massa 8. Dat is dus de top 8. Op naar de wedstrijd voor aflevering nummer 11 van F1 2010 Career Mode. Dan zijn we aanbeland bij de race. 47% kans op regen, intermediates eronder gezet. Het kan heviger gaan worden. Dus de full wets zullen gewoon, denk ik, onder de auto worden geschoven. In ronde nummer 7 ongeveer. Dus dit belooft nog wat. Dan gaan we ons gewoon lekker voorbereiden voor aflevering nummer 11 van F1 2010 Career Mode. Starten op pole position. Hebben een titelgevecht met Mark Webber om de leiding in dat wereldkampioenschap. En misschien wel voorlopig de wereldtitel. Je weet het maar nooit. We had a fantastic result at the last race. It'd be nice to see another podium here. Anyway, give it your best attempt. Good luck. Daar gaan we dan beginnen voor de grote prijs van Duitsland. De lampen zijn uit en we zijn onderweg voor carrière aflevering 11 van F1 2010.
En we zijn gewoon goed weg. Proberen daar Webber al gelijk te blokkeren in die eerste bocht. Is ook gelukt, want hij valt gelijk ver terug. Kubica naar P2, Hamilton P3. Dat was trouwens niet eens Webber die volgens mij van P2 vertrok. Of wel? Weet ik niet. Zeker. Ik denk het wel, maar goed. Het geeft niks. Hamilton op P4, want Button is hem voorbij. Is een teamgenoot naar het podium. Kubica knap naar P2. En de regen, druppels vallen nu al op de lens. De intermediate op de auto gezet. Curbstones zijn in de regen altijd glad en dat merken we hier ook, want we verliezen de auto daar bijna. Ook Kubica heeft het lastig. Button is hem voorbij. Dat allemaal in de openingsronde van de wedstrijd. We zitten in ronde nummer 3 als Webber naar P3 is gegaan. Hamilton ver teruggezakt. Kubica teruggezakt. Webber komt langzaam op stoom en dit is niet wat we willen, want ik wil zo graag dat Webber zo ver mogelijk terugzakt, zodat wij meer punten hebben in dat WK. En ik ga voor de full wets voor mijn pitstop, want ik ben bang dat het er heviger aan toe gaat zodra we in ronde nummer 6, 7 of 8 zitten. Hier weer rustig aan doen bij de curbstone en bij die hairpin, want het is gewoon glad op de curbstone. En in ronde nummer 6 is de pitwindow open, maar we gaan een ronde langer door kijken of dat ons wat kan brengen. En Rob zegt, de pitcrew is voor je klaar na het einde van deze ronde. Pit in deze ronde, dus dat gaan we ook gewoon doen. Hopelijk dat we voor Webber of Button weer de baan opkomen. Die zijn nu allemaal naar binnen volgens mij. Nee, dat zeg ik fout. Die rijden gewoon nog door. Einde ronde nummer 7. En we duiken naar binnen voor onze late pitstop. Gaan naar de full wets. De pitlimiter inschakelen. Dat was iets te vroeg ingeschakeld. We moeten voor de pitbox remmen. Kijken of dat ook goed lukt. Dat lukt helaas niet goed. Het gaat ons tijd kosten en ik denk dat Button ons gaat passeren in de pitstraat. Jazeker, Button ons gepasseerd. En we komen terug op P3. Dat stop was 9.4. Niet goed. Op de full wets weer naar buiten, want het is heviger gaan regenen. En nu moeten wij dat gat met Button dichten. Mijn plafond, die vindt het leuk om te kraken. Hartstikke leuk, maar goed. Het is wat het is. Hopelijk dat ik dat er nog uit kan knippen, maar ik ben er bang voor. Want we zitten in ronde nummer 9. Als we daar Jensen Button. En die spray is zo verraderlijk. Je wordt gewoon helemaal blind. Je kan niks zien. Dat is het mooie van F1 2010. En Rob zegt, ja, je moet deze jongen gewoon passeren, want dat kan gewoon. En we hebben hem gepasseerd voor de leiding in de wedstrijd. Positie nummer 1 is van ons, jazeker. Webber op het podium. Hopelijk dat Lewis Hamilton nog iets kan. We zitten in ronde nummer 11. Als we zometeen Lucas Di Grassi hebben die op een ronde wordt gezet. Nog 2 rondes te gaan. En Rob zegt, de banden zijn in optimale temperatuur. Optimale temperatuur, dus we kunnen gewoon hard knokken op deze full wets. Webber helaas op het podium. Hamilton op P4. En Di Grassi doet dit hier niet slim. Ja, dat kan wel zijn, maar alleen hij gaat niet aan de kant. We zitten in ronde nummer 12 van de wedstrijd. Als we daar nog een blauwe vlag hebben voor een achterblijver. Button op P2. Webber op P3. Dat is volgens mij Kovalainen. En die raken wij per ongeluk. Die raken wij, want we konden niet remmen. We werden ook een beetje afgeleid. Kovalainen bewijst zich hier geen goede dienst. En hebben ook hem op een ronde gezet. Zometeen volgt een groepje auto's. En dan zitten we in ronde nummer 13 van de wedstrijd. De laatste ronde loopt dan voor de grote prijs. En daar zitten wij dus in. Heel veel jongens op een ronde. Wat doet Alguersuari hier dan weer? Wat een rare kerel is dat. Ik weet niet wat er met hem aan de hand is. Maar hij wil op de een of andere manier gek doen als ik hem op een ronde zet.
einde van de laatste ronde loopt, daar hebben wij Jarno Trulli die op een ronde wordt gezet. De vraag is, gaat hij ook netjes aan de kant? Nee, want we raken hem. En dat is de grindbak. Dat is de grindbak. Trulli verpest daar gewoon mijn laatste ronde. En dat is heel erg. Maar we winnen gewoon nog de wedstrijd. Gelukkig maar. Button naar P2. Webber op P3. Wij gaan hier de wedstrijd winnen. En vergroten onze voorsprong in het wereldkampioenschap. In het op naar de volgende ronde. Congratulations, mate. That's a fantastic win. Simply fantastic. Hey, nobody expected that result. Nou, wij winnen dus de grote prijs van Duitsland in de regen. Button naar P2. Webber toch nog naar het podium. Hamilton P4. Petrov 5. Vettel 6. Alonso 7. Nico Hülkenberg voor Williams pakt punten. Goed gedaan. Jazeker. Jammer dat Webber op het podium eindigde. Kobayashi pakt punten voor Sauber. Massa dat laatste punt. En vanaf Alguersuari tot en met de Grassi iedereen op een ronde gezet. Jammer van mijn teamgenoot. Maar goed, het is wat het is. Kijken naar de tussenstand in het WK. Amazing! Amazing win! That's 4 wins in a row! Really, really great driving! Onze vierde achtereenvolgende overwinning heeft ons verdere voorsprong geboden naar Mark Webber. Jazeker, dat is goed. En klimmen dichter bij McLaren, want we hebben Ferrari ingehaald voor het constructeurskampioenschap. We staan nu op de derde plek. Dat is goed om te zien. Jazeker. HRT nog met 0 punten, dus dat is pijnlijk. Contract is al klaargezet, maar goed, dat gaan we allemaal zien wat we gaan doen. Ik ga deze video afronden, mensen. Ik hoop dat jij genoten van deze grote prijs. Heb je genoten, beloon dan zeker met een like. Heb je niet genoten, dislike de video dan. En vertel me waarom je het leuk vond. Ben je trouwens nieuw op mijn kanaal, abonneer dan voor meer wekelijkse Formule 1 content. Schakel ook gelijk dat belletje aan, zodat je geen enkele aflevering van me mist. Reageer wat erg verbeterd kan worden op deze video. Volg me even op sociale media. @GianLandSchouwen op Instagram, Twitter en Facebook. Mijn gebruik staat in de beschrijving. Dit was Jan, mensen. Tot de volgende keer bij een nieuwe video van F1 2010 of F1 2022. Ga verder waar we gebleven waren. Tot de volgende keer.